Nou, uit het boekje Wat vind jij ervan? Prikkelende vragen over het leven, lees ik de column Topper. Veel mensen willen beroemd worden. Er heerst een heuse idolscultuur. We willen uitblinken in iets en daarbij bewondering van het publiek ontvangen. Wat wil je laten worden? Beroemd. Waarmee wil je beroemd worden? Dat maakt niet uit, als ik maar beroemd word. Zelf ben ik ook zo'n dromer. Ik word een beroemd schrijver. Mijn boeken worden in vele talen vertaald en verfilmd. In mijn dromen geef ik lezingen en signeer ik mijn boeken die stuk voor stuk bestsellers worden. Eén probleem. Een schrijver moet boeken schrijven. En dat is een flinke wei. Je eerste aantekeningen zijn niet direct het meesterwerk. Talent moet groeien. Laatst zag ik op tv de toppers in een overladen arena optreden. Ik herinner mij dat ik Gordon een keer op de kermis in Zwijndrecht heb zien staan zingen. Heel sneu in de stromende regen en bijna geen publiek. Je kunt van zijn muziek houden of niet, maar ik besefte, succes heb je niet ineens. Dat is keihard werken en doorzetten. Je bent niet zomaar een topper.